Minister Prahlad Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat hij niet tevreden is met de ontwikkelingen in de landbouwsector. Eerder deze week zei de bewindsman nu bezig te zijn met het maken van een inhaalslag binnen de sector. Jammer dat ik het zo moet uitdrukken. We hadden veel meer eruit kunnen halen. Als u de eerste dagen van mijn optreden in DNA zult hebben gevolgd, dan zult u gezien hebben dat ik daar een aantal keer heb gezegd van wij lopen 40 jaar achter op de ontwikkelingen. En soms schaam je om je zo uit te drukken, maar het is de realiteit. In elkaar leeft. Dus we werken eraan en vooral nu met de ondersteuning van de moderne technologie, de nieuwe markteisen die er zijn, die natuurlijk veel zwaarder zijn, je probeert je huiswerk te maken met alle labfaciliteiten, noem maar op die erbij horen. De minister zegt dat het een proces is dat Suriname moet doormaken om de landbouwsector verder tot ontwikkeling te brengen. Het zal zeker een paar jaar duren om te komen op het gewenste punt, zegt Soudin. Je moet een faciliteiten neerzetten, je moet mensen trainen, en protocollen moeten ontwikkeld worden, alle soort zaken. Het is niet eenvoudig dat je allemaal plant, verpakt en exporteert. Nee, daaromheen, de hele organisatie, dat is veel te belangrijk, is misschien belangrijker dan de productie zelf. En het kost tijd, het kost energie, je hebt deskundigheid nodig, dat we veelal ontberen. We proberen nu veel expertise uit het buitenland direct in te huren. Kom, help mij hiermee. En dat doen wij en zo proberen wij natuurlijk het zaakje weer op gang te krijgen. De minister vertelde ook over het Prani Ujjayi project van de regering die de vorige week is geëvalueerd. De eerste groep personen van het project zullen nog worden bezocht.